mensen, top dat jullie weer kijken. Ja. Dit is ome Kees. En ome Kees is niet mijn oom, maar dat is wel de oom van Thijs die achter de camera staat. Die Thijs. Van mij, hallo. Hey. Hoi. Ome Kees die heeft heel veel mooie spulletjes. Oh. Ik vind het ook, we zijn hier niet zo. Maar... Kijk hè. Hey, zo hebben we het eerder gezien. Zo is die voor het gezond? Nee, die is gewoon voor mee kleinkinderen rondrijden. Ik heb een extra stoeltje in. 320 pk machines mogelijk in. Dus, dat is materiaal. Maar we zijn vandaag daarvoor. Dat is een Belarus van 60 pk met een 200 pk motor. Caterpillar V8. En, wat lag er origineel in eigenlijk? Vier cilinder. Ja, denk ik. En iets smallere banden, gok ik zomaar. Goh, waar zouden die banden toch vandaan komen? Ja. Volgens mij zijn die hier ooit al eens vaker gesloopt. Volgens mij hadden wij ergens ook een keer zo'n hakselaar vandaan. Ja, precies. Dat is wel mijn voorliefde. Ik wist hakselaars bewaren en slopen. En, Kijk, de gaten passen net niet. Maar ja, een beetje op zicht centreren, dat is ook goed zeker. Sleufjes van je. Sleufjes, ja. Centreren zijn eigen. Dat is gewoon vakkundig passend gemaakt hoor. Oh. Dat is niet helemaal origineel. Net niet. Waar is die motor eigenlijk van? Een drierijige New Holland Mais hakselaar ook, hè? 40 jaar geleden. Zo vroeg ik het eigenlijk. 40 jaar. Dat was te denken, hè? Van een hakselaar natuurlijk. Ja. Alles is hier gemaakt van een hakselaar. Ja. Ik ben een beetje combinatie aan het maken van New Holland en Klaas, hè? Klaas filter opgezet. En ik heb nog volledige hydraulische besturing van Klaas liggen om erop te zetten. Dus hij is nog niet klaar, zeg maar. Nou ja. Nu niet Klaas. Klaar. Maar de grote vraag is natuurlijk, doet hij het ook? En de tweede grote vraag is, wat staat hier? Ik zou het niet weten. Zo. Een starthulpje erbij. Schakelen is altijd een lastig dingetje met zo'n oude vaart. Ja, gelukkig heeft hij genoeg koppel, dus volgens mij maakt het niet zoveel uit. Ik denk dat je gewoon kan wegrijden in de versnelling waar je in wil rijden.
wil nog wel eens dat je wat kraakt. Hij komt niet meer echt vrij. In zijn 3, maar ik kan hem ook in zijn 4 zetten, no? Dat is nog een beetje rijk. Wij hebben in ieder geval genoten van deze demonstratie. Ja, ik ook. Ja, mooi. Duidelijk. Dat is een win-win situatie. Jullie komen veel te weinig deze kant in. Dat verdekken, ja. Ja, maar jij kan ook onze kant op komen, Kees. Ja, maar oh. Dan moet ik al die bullen meebrengen. Ja, dat is waar. Hulp. De koppeling is een beetje slecht, maar om nou gelijk een bul... Ja, maar... Hij is de koppeling slecht of heeft hij gewoon te veel vermogen? Dat kan natuurlijk ook. Dat is, ja. Ik ben bezig met die banden, dat was al... Al de eerstvolgende stap, het volgende, die koppeling, daar ben ik met iemand bezig. En die bouw bij die trekkers en zo, allerhande gewoon andere koppelingsplaten en drukgroepen. Maar ja, dan ben ik 5000 euro wire of zo. Ja, maar alles wat ik er verder aan doe, dat is allemaal spul wat ik toch heb. Alleen niet weggooien, ik ben geen weggooier. En dat is een goede les voor vandaag om mee af te sluiten. Ja. Je moet niet te veel weggooien, want daar kan er niks mee maken. Niks weggooien. De beste raad is voorraad. Hey mensen, bedankt voor het kijken en tot de volgende.